De tweede halve finale is een Frans onderrondje tussen Gilles Simon, de nummer 5 van de plaatsingslijst en de huidige nummer 14 op de wereldranglijst, onderaan in beeld, tegen zijn landgenoot Julien Beneteau, de nummer 39. Het gaat gelijk op in de openingsset. Er is tot dit moment één breakpunt eerder geweest. Dat werd weggewerkt door Gilles Simon. Maar uiteindelijk levert hij zijn service game in bij 4-4 en is dat de enige break in de openingsset. 6-4 dus voor Julien Beneteau. Dan het begin van de tweede. Het uithoudingsvermogen van Simon wordt behoorlijk getest. Hij staat bekend om zijn vastheid en om het uitstekende voetenwerk. Dan is het toch een moment dat hij zich verstapt. Heeft dan last van zijn hamstring en zijn bil. Consequentie is dat hij de breakvoorsprong die hij had aan het begin van de tweede inlevert. En weer hard moet knokken voor zijn punten. Nu weer breakpunt tegen. Even was er sprake van, ja, zou die wel door kunnen spelen? Gelukkig wel. Bijt zich opnieuw vast in de punten. Goed gered. Ja, dan draait hij toch dat punt om, zeg. Knap punt van Gilles Simon. Overleeft dat breekpunt. Maar het blijft stroef gaan hoor. Voor de nummer 5 geplaatst. Hier weer breekpunt tegen. Werkt dat weg met een ace op zijn tweede service. Ze belanden dan uiteindelijk in een tiebreak. Waar Beneteau net wat sterker start. Hij houdt het tempo hoog. Blijft die bal goed opzoeken. Hier weer zo'n voorbeeld van Simon op het verkeerde been gezet. 4-0. En niet veel later 6-2. En zijn daar de matchpoints voor Julien Beneteau. Die redt het niet. Weer een fantastische zege hoor voor Julien Beneteau. Gisteren versloeg hij Roger Federer. Vandaag Gilles Simon. En wordt hij dus de tegenstander van Juan Martín del Potro in de finale.